Gretje, bekend van Urk, heeft na haar pijnlijke scheiding een onverwachte wending in de liefde gevonden. Niet op zoek naar een nieuwe man, klopte het liefdesgeluk plotseling aan haar deur in de vorm van een schade-expert. Ruim zes maanden na de breuk met Jan, lijkt Gretje weer stralend in het leven te staan. We hebben het twee maanden stil weten te houden, omdat we elkaar voorzichtig willen leren kennen, onthult Gretje in een gesprek met Weekblad Privé. Maar je kunt je ook niet verstoppen, dus op een gegeven moment ging het als een lopend vuurtje door het dorp. Hoe hebben de twee geliefden elkaar ontmoet? Je ziet het soms in een mooie televisieserie en dan denk je: Ja, hoor. Het lijkt mij stug dat je zo aan een partner komt. Maar in mijn geval is het echt zo gebeurd. Ik had schade aan mijn huis en er kwam een schade-expert langs. Je raadt het al, mijn huidige vriend. Na het uitwisselen van contactgegevens voor het afhandelen van de schade, ontstond er al snel meer tussen hen. Het grappige is dat hij mij helemaal niet kent van tv. Dus hij stapte er blanco in. Na een korte tijd over en weer wat berichtjes gingen we afspreken. Toen sloeg de vlam in de pan, al dus Greetje. Hoewel ze vooraf niet open stond voor een nieuwe relatie, hoopt Greetje nu samen met haar schade-expert oud te worden. De naam van haar nieuwe liefde houdt ze nog even geheim. Hij is wat ouder dan ik, maar ik vind het wel prettig dat hij meer levenservaring heeft. De onverwachte ontwikkeling in haar liefdesleven deelde Greetje snel met haar ex-man Jan, en volgens haar verliep het gesprek vlot. We zijn samen met mijn vriend koffie gaan drinken. Jan was blij dat ik hem op de hoogte had gebracht. Het is voor hem allemaal goed, het klikte. De liefde bloeit opnieuw voor Greetje, en ze lijkt vastberaden om dit hoofdstuk van haar leven in alle rust te schrijven.